Hoe is je eerste wedstrijd bevallen voor ADO Den Haag? Ja, prima eigenlijk. We speelden een goede wedstrijd. Veel druk. Iedereen was hartstikke gretig natuurlijk. En helaas hebben we dan in het eerste half uur hebben we het eigenlijk een beetje weggegeven. Wat toch jammer is. Want het had niet gehoeven eigenlijk. Voor jou extra vervelend dat je die vrijdag nog eens een keer ziek bent? Ja, ik had iets verkeerds gegeten en ja, dat merkte ik in de nacht pas. En dat was natuurlijk hartstikke kloot. Ik wil natuurlijk 100% fit zijn als ik aan de wedstrijd begin. Helaas was ik ziek, maar ik was tijdig weer fit. En daardoor kon ik ook starten. Merk je dan dat je kracht verliest in zo'n nacht? Nou, de volgende dag wel, maar het zakte wat weg de volgende dag, op zaterdag dus. Toen voelde ik me weer goed. Goed gegeten, goed gedronken, dus ja, was wel goed. Volgende tegenstander is Go Ahead Eagles. Op papier moet je die volgens mij altijd kunnen winnen. Op papier wel, maar ja, we moeten gewoon hartstikke ons best doen. En zullen ze natuurlijk bewijzen, vooral een eerste thuiswedstrijd. En het wordt een moeilijke wedstrijd, maar we moeten dit gewoon gaan winnen. Moet kunnen, toch? Ja, dat moet zeker. Met onze kwaliteiten die we hebben hier, moeten we gewoon die wedstrijd winnen. Maar goed, dat gaat niet vanzelf. Iedereen moet 100% geven en aan de afspraken houden. En dan moet het wel goed komen. Ik ben nu een paar weken in Den Haag. Hoe bevalt het? Het bevalt me goed. Het leven hier is ja, even wennen natuurlijk voor mij geweest. Maar het bevalt me wel en ik ben blij dat ik hierheen ben gekomen. Waar moest je het meest aan wennen? Aan de drukte moest ik hier het meeste wennen. De drukte qua mensen om je heen of de drukte van de mensen hier? Allebei wel een beetje eigenlijk. En daar heb ik in de eerste week, twee weken wel moeite mee gehad. Maar ja, nu ja, ben ik het al wel een beetje gewend. Ben je al een beetje gewend aan de Haagse mentaliteit? Ja, ja, jawel, eigenlijk wel. En ja, dat bevalt me ook wel. Dus, qua spel, hoe vind je dat je het doet tot nu toe? Nou, redelijk. Iedereen weet een beetje wat mijn kwaliteiten zijn nu en hoe ik wil voetballen. En daarin is het ja, om elkaar zo goed mogelijk aan te vullen. En dat gaat tot nu toe wel redelijk goed, ja. Tot slot, wat eet je vanavond? Rijst. Rijst met kip. Zorg je dat die kip gaar is, want anders ben je morgen weer ziek. Ja, inderdaad, dat klopt. Dat komt wel goed.